Als in Nederland een stekkerdoosje maken, dan kun je ervan uitgaan dat er iets bijzonders van wordt gemaakt. Zo ook deze Ewent Desktop Multi Power Socket met twee USB-poorten. Een stekkerdoos die eigenlijk gewoon gemaakt is, voor mijn gevoel, voor de flexwerker. Je legt het ding op je bureau, je hebt voldoende stroomaansluitingen voor een toetsenbord. Voor de laptop aan de zijkant, dan heb je nog drie die je, waar je snel iets anders in kunt prikken. En niet onhandig, je hebt twee USB laadpoorten. Gezamenlijk leveren die 2,1 ampère aan laadspanning op. Dus hang je een iPhone aan, je moet er geen twee aan hangen, laat ik het zo zeggen. Bij andere apparaten kan het zijn dat je wel meerdere tegelijkertijd kunt opladen, maar in de praktijk, vooral de meeste smartphones, zullen eigenlijk die hele 2,1 ampère willen. Dus dan gebruik je effectief maar één USB-poort. Maar dat is natuurlijk geheel persoonlijk en afhankelijk van jouw situatie. Dus daar gaan we voor de rest niet op in. De achterkant vertelt eigenlijk wat belangrijk is. 5 Chico stopcontactjes erop, 2 USB-poorten, een on-off power switch, de mood immers. Niet onbelangrijk, overspanningsbeveiliging. Dus is er in de buurt een blikseminslag of een andere reden dat er in één keer extra spanning over het net heen gaat, dan is dan zijn je spullen in principe gewoon veilig. En een stukje kinderbeveiliging moet tegenwoordig ook op die dingen zitten. Dat een enkele spijker krijg je die niet ingedrukt. Handig, belangrijk, vind ik. Zit er 1,5 meter kabellengte zit eraan. Voor de rest valt eigenlijk niet zo heel veel over dit ding te vertellen van wat we van de... Tenminste, ik zou zeggen, eigenlijk is alles verteld op deze manier. We gaan de verpakking even proberen te openen, zonder al te veel bloedvergieten. Het is altijd een beetje het spannende van dat we deze unboxings in één keer opnemen en dan zo'n met een mesje zo'n blistertje gaan open snijden. Goed, alle technische details, handleiding, druk op het knopje, steek op het stopcontact, anders werkt hij niet. Dat soort dingen staan er allemaal keurig in, dat moet immers ook. Nou, verpakking, papier en plastic is goed van elkaar te scheiden, dus dat doen we ook. Stekkerdoosje, nogmaals, ziet er netjes uit, echt wit-wit, dus binnen ieder interieur wat toe te passen. Leuk, 2 schroefgaatjes, dus je kunt hem ook op de wand monteren. Dat kan ook best handig zijn. Anti-slippootjes, werkt het een beetje. Dat werkt zelfs heel goed. Verlicht, een rood schakelaartje op de achterkant. De uitstand. Er zit zelfs een resetfunctie op. Nou ja, hoe dat zit, daar kom ik in de review nog op terug. 3 stopcontacten, een achterslag gedraaid. Dat heeft er weer mee te maken dat je net iets makkelijker met je adaptertjes en zo weg kan op de betrekkelijk weinig ruimte die inneemt. Ja, want het is natuurlijk een beetje het gevecht. Je kunt hem groter maken zodat het makkelijker gaat. Maar dan zijn er heel veel mensen die zeggen van ja, het is wel een heel groot stekkerblok op het bureau. Dus deze is gewoon klein. Het is een designkeuze. Voordelen, nadelen, weeg ze af. Hoe dan ook, ik vind het design van dit Nederlandse stekkerdoosje wel heel erg leuk en goed bedacht. Wil je meer weten over deze Ewent stekkerdoos? Check dan even de link onderaan de video. Die link die brengt je naar gadgetgear.nl. Daar lees je alle specs nog een keertje na. Daar gaan we nog eventjes kijken wat inderdaad die resetfunctie inhoudt. Daar gaan we ook nog eventjes wat dieper in op de stroomonderbreking. Hoe die bij overspanning plaatsvindt. Want dat zou ook best nog wel eens een heel leuk en interessant verhaal kunnen zijn. Dus wil je alles weten over deze stekkerdoos met zijn 2 USB laadpoorten. Check dan even de link onderaan de video.